Zo. Goedemorgen, mevrouwtje. Wat kunnen we voor u betekenen? Nou, er brandt ineens een rood lichtje en ik weet niet wat er is. Nou, misschien moet je dan aan het werk. Maak jij die wagen even af. In jouw tempo waren de piramides nou nog niet af geweest. Wat is dit, Geer? Het liep gewoon terug. Hey, dat weten jullie zelf ook wel. Oh, godverdomme, straks zonder baan met z'n allen, joh. Het is niet alleen Gerards probleem, maar we gaan dit samen oplossen. Hoe komen we dat nog 40.000 euro? Maar denk nog eens heel goed na. Zit het in een schuitrommel onder je matras? Ja. Soep met bollen. Godverdomme. Vroeger liep ik marathons. Wat voor bedragen ging dat dan? 5.000, 6.000 euro. Soms 10. Als wij de marathon gaan lopen, hè, wil jij ons dan sponsoren? Jullie zijn dik, lelijk. Dat zei ik toch? Jullie gaan dat nooit halen. 40.000 euro. Halen we het niet, dan is de garage voor jou. En jij wordt onze trainer, Kameel. Vanaf vandaag geen taart, bier en sigaretjes meer. Wat is dit? We zijn aan het trainen. Doe eens even lekker normaal. Hoe ver is het eigenlijk lopen, joh, zo'n marathon? 42 kilometer, 195 meter. Nou, ik vind het met de auto wel ver. Ja, jongens, kom aan, kom aan! Ja, Joes, rot op met je smurfersand. We zijn nog maar een paar minuten bezig. Jullie zijn een schande voor de loopsport. Lekker, heer. Moet je wel vertellen, het gaat niet zo goed. Dit is de laatste kans voor mij om iets te doen met mijn leven. Kom, jongens, go, go! Als jij denkt dat jij op zondag gaat lopen hardlopen, God heeft met ons gesproken. Want we gaan die marathon lopen. Want ik zit niet met een stelletje kanjers in de wagen. Toch? Wat nou? Met een gouden kilo lichter, jongens. Tijdens de marathon bepaal je wie dat je bent. Ik ben straks alles kwijt! Waar werkte jij dan precies voor? Ja, een soort van bedrijf, maar ik heb ook nog in een paar films gespeeld. Zo, netjes. Ja, nou, echt netjes was het niet, hoor.